Nou, welkom bij Heinshaven. Een laatste likje verf en vooral poetsen, poetsen, poetsen. Want morgen is de grote opening voor alle investeerders van Heinshaven. Een bijzonder project. De mensen die hier komen werken, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, op welke wijze dan ook. En we gaan ze hopelijk begeleiden en opleiden voor een baan in de horeca. Afgelopen zomer begonnen de werkzaamheden en eerlijk is eerlijk, het resultaat mag er zijn. Op de eerste etage is een gloednieuwe keuken ingebouwd met alles erop en eraan. Dit is een voormalige woonboord, dus dit was oorspronkelijk een slaapkamer. Aan die kant hebben we nog een horecalift waar de maaltijden naar beneden gaan. Dat was vroeger de badkamer. Dus ja, dat kan je helemaal niet voorstellen dat dit er nu allemaal zo uitziet. Maar Heinshaven is niet alleen een maatschappelijk project. Het is ook een gat in de markt. Tussen de middag, als de mensen pauze hebben en ze hebben lunch, dan tijdens de lunchpauze gaan ze er, wandelen, even een frisse neus halen. En dan lopen ze hier over het asfalt en er zijn echt waar honderden mensen. En ja, die kunnen nergens heen, want er is helemaal geen faciliteit hier op het bedrijventerrein. En met de komst van Heinshaven hebben ze dat wel. Dus ze kunnen heerlijk op het terras of hier even een broodje nuttigen. Mensen kunnen even met een laptopje hier op het terras zitten, onder een boom, kopje koffie erbij. Dus we zien het helemaal zitten. Datzelfde geldt voor Nicole en het personeel. Maar een beetje gezonde spanning is er ook. Het team wat we hier hebben staan straks, dat heeft nog nooit met elkaar samengewerkt. En dat maakt het ook weer bijzonder. De locatie is nieuw, de mensen zijn ook nieuw. Dus dat wordt zeker een uitdaging. Maar ik ben ook van overtuigd dat, omdat iedereen zo enthousiast is, dat dat ook zeker gaat lukken. En begin juni is Heinshaven voor iedereen open.